Twee zwarte zwanen kort achter elkaar, daar waren de financiële markten niet op voorbereid. De olieprijzen kelderden nadat het overleg tussen de landen Verenigd en Oliekartel OPEC en Rusland geschorst werd zonder overeenstemming te hebben bereikt over productiebeperking. Deze landen hebben nu hun koers omgegooid om zoveel mogelijk marktaandeel te verwerven. In plaats van de olieprijs te ondersteunen door middel van afspraken. In een onzeker economisch klimaat waar de olievraag al leed onder de virusuitbraak, zorgt dit voor grote onrust op de markten. Zwarte zwanen zijn ontwikkelingen die niemand heeft zien aankomen, maar die extreme consequenties kunnen hebben. Zoals wellicht het COVID-19-virus en de nieuwe vooruitzichten voor de oliemarkt. Het is nu zaken te voorkomen dat de situatie uitgroeit van een verstoring van het economisch aanbod tot een verstoring van de vraag tot uiteindelijk een financiële schok via faillissementen, schuldverzuim en minimale liquiditeit in de kredietmarkten. Daarom kijken de markten al lang niet meer alleen naar de officiële rentevoeten voor steun van de centrale banken. Wat nu steeds belangrijker wordt is welke maatregelen nationale overheden gaan nemen om de vraag tussen de consumptie te ondersteunen. En wat ze samen met de centrale banken ondernemen om consumentenbedrijven te helpen om korte termijn cashproblemen te overbruggen. Het zag er aanvankelijk naar uit dat het olieoverleg tot ingrijpende afspraken over productiebeperkingen zou leiden. Maar het tegenovergestelde gebeurde en Saudi-Arabië en Rusland gaan de olieproductie beduidend opschroeven. Toen dit bekend werd, viel de prijs van Brand zozeer terug dat hij zelfs even onder de 30 dollar lag. Dat is minder dan de helft van de prijs begin dit jaar. Lagere olieprijzen stimuleren op de duur wel de vraag. En dat is vooral belangrijk voor olie-importerende landen in Azië. Maar op kortere termijn leiden ze tot verliezen onder oliebedrijven en olie-exporterende landen. Dus je ziet eerst het negatieve effect voordat eventueel het positieve effect zichtbaar wordt. Maar met dit virus op de achtergrond is het onzeker hoe groot de vraag dan zal zijn. Het virus verspreidt zich nu snel in Europa en steeds meer nationale en lokale autoriteiten sluiten scholen of verbieden bijeenkomsten. En dit met drastische gevolgen voor het luchtvervoer, een andere reisindustrie en de transportsector natuurlijk. Terwijl toeleveringsketens wereldwijd al verstoord zijn en de olievraag in China lager uitvalt door de uitbraak daar. De combinatie van minder vraag en meer aanbod is slecht nieuws voor de olieprijs. Daarom reageerden de aandelen- en obligatiemarkten geschrokken. Die lopen namelijk altijd vooruit op de actuele ontwikkelingen. Ze prijzen al snel lagere winsten, lagere inflatie en veel lagere lange termijnrentes in. Met andere woorden, de markten voorspelden al meteen dat de economische groeiverwachtingen overal omlaag geschroefd zouden worden. Wat nu inderdaad het geval is. Of we al op het dieptepunt voor de olieprijs zijn aanbeland, is maar de vraag. Het is mogelijk dat de OPEC en Rusland besluiten om het overleg te hervatten. Maar voorlopig is er geen verzoening in zicht. En het is nog afwachten wanneer de olievraag weer aantrekt in virusgetroffen gebieden. De olieprijs zou daarom best verder kunnen dalen tot rond het dieptepunt van 27 dollar van 2016. Voordat vraag en aanbod weer wat in evenwicht komen. Maar aandelen- en obligatiemarkten lopen straks ook op beter nieuws vooruit. Zodra een toekomstig herstel in zicht komt, of het olieoverleg ervat wordt, of aanzienlijke begrotingssteun aangekondigd wordt, of het virus eindelijk onder controle is, zien we hoogstwaarschijnlijk weer nieuwe hoop in de aandelenprijzen. Maar zolang we geen verbetering in de economische cijfers zien, blijven de markten last houden van volatiliteit. En dat gaat nog wel even duren.